My hand shakes so bad, I cannot hold my tools. What up, Appelflap? Welkom terug, beste kijkers, op mijn kanaal. Aflevering 105, geloof ik. Ja, moet wel. Holy shit. Aflevering 105 en aflevering 8 van Blood and Wine. Man, dat gaat alweer snel. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. Ik heb er namelijk echt enorm veel zin in. Zoveel dat ik best wel hysterisch mijn settings allemaal aan het goed zetten ben. En gewoon zin heb om te laten zien waar ik achter ben gekomen. Ik heb namelijk al goed nagedacht toen ik deze expansion begon. En deze man zegt constant hetzelfde. We gaan wel even hier staan. Eventjes hier. Zo. Samen met Roach. Ik heb vet goed nagedacht voor ik deze expansion begon, blijkbaar. Je hebt me constant horen praten over Gwent in de vorige aflevering. En dat ik dus geen goed Gwent deck heb. Wat nou blijkt. Ik ben level 36. Ik zat al te denken, waarom ben ik nou zo'n laag level? Als we naar mijn Gwent deck gaan. Ik heb wel al mijn Gwent kaarten, jongens. Ik heb het gewoon gedaan in mijn allereerste save ever. Ik ben de expansions gestart in de allereerste save die ik ooit had. Dus daarin heb ik de Platinum Trophy gehaald. Dat is de save waarin ik alles heb gedaan. De game heb uitgespeeld op Dead March. Alle Gwent kaarten heb verzameld. En dus de perfecte decks heb. Toen ben ik een New Game Plus gestart voor extra trophies. Maar dan heb ik dus niet de expansion gestart. Dus in die New Game Plus save files ben ik iets van rank 60, rank 65. Daar is mijn level heel hoog. Maar ik ben dus Blood and Wine. En ik kan dus ook nog, dat is ook perfect als ik nu kijk, teruggaan in bij de main quest. Zie je? Evil Soft First Touches. Ik kan nu eigenlijk Hearts of Stone beginnen in deze save file. Ik heb hem natuurlijk al op YouTube staan. Ik heb hem uitgezonden toen in een New Game Plus, geloof ik. Alleen er zijn nog best wel wat trophies die ik daarin wil halen. Dus dit is gewoon het perfecte moment. Dus ik ben blij eigenlijk dat ik dit heb ontdekt. We gaan snel verder met Wine Wars. Met een extra goed gevoel. Dat is eigenlijk de save file perfect blijkt. We zijn bijna rank 36. Of we zijn 36. We zijn bijna 37. We kunnen dan met een nieuw zwaard aan de slag. Wat weer 17 extra damage toevoegt. Het is gewoon tof. Ik ben erachter gekomen dat dit echt de perfecte save file is. En dat geeft me een extra motivatie om heel Blood and Wine te gaan exploren. Want dat betekent dat niet alleen in dit gedeelte ik alles kan gaan exploren en al deze vraagtekens af kan gaan. Dit betekent dat in deze save-file ik dat dus ook al heb gedaan in de main continenten. Dus dat was in Fallen, in White Orchard, in al die gebieden Skellige. Dit is de save-file waarin ik dat allemaal heb gecheckt. Dus ik ben blij dat dit precies de goede is. We gaan met de Roach naar uitroepteken toe. Vraagteken bedoel ik. En we gaan verder. We hebben pas twee probleempjes opgelost voor die vrouw. Dus Wine Wars in de expansion Blood and Wine gaat hier verder. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. De support show. En let's go, people! Het is zo beautiful. Na deze aflevering moet ik trouwens wel echt even een kopje koffie zetten en even eten ofzo. Want ik ben echt... Oh, wat hoor ik? Wow, wow! Ik ben echt bijna licht in mijn hoofd aan het worden. Ik heb gewoon echt heel veel honger. Ik heb alleen maar geëdit en een beetje crackers gegeten. Dus ik moet echt even goed brandstof gaan toevoegen aan dat buikje. Gwen. Hé, hey, wat oneerlijk, man. Hoi, 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 hoi. Is de rust nou teruggekeerd of niet? Nee, hè? Volgens mij niet.
Nee, daarachter is er nog één. Het beest is zo raar. Of nou, beest. Het is een mutatie van een plant. Is het gelukt? Laten we dit even looten. Kijk ook al die groene drek op de grond. Als ik word gehit ben ik helemaal geel. Zit ik vol gif. Een soort zuurgraat heeft het. Waardoor het ook echt gewoon heel veel damage doet. Ik zie hier ook lijken liggen. Volgens mij moeten we deze zien te looten. Met de Witcher senses. Even onderzoeken wat er is gebeurd. Looks like an Arcuspore killed him. Het was eigenlijk gewoon een kampje, zo te zien. Alleen ze zijn overvallen. Je ziet het, het is helemaal kapot gemaakt ook. Best heftig hoor. En hier zie ik nog wat. Oké, master item. Heftig. Like this, well, it'd be interesting. Do not forget the key. Ik heb het eventjes kort gelezen. Het is niet hele interessante informatie, maar. Apparently someone sabotaging operations at Vermentino, but the letter doesn't say who. Need to keep looking. Could still find out. Het ding is een beetje, ik heb nu een optional objective erbij gekregen. We pakken steeds sleutels op. We hadden laatst een chest en die zat op slot. Die had echt een key nodig. Come on, Roach. Oh ja, Coronata zelf moet ik nu onderzoeken of er misschien sabotagesporen zijn. Of hier. Wine Wars. Maar wat is Coronata? Ik twijfel zo hard. Is dat niet gewoon die contactpersoon waarvoor we dit allemaal doen? Nou goed, we gaan wel gewoon deze shit af. Broer, ik heb hier twee markeringen. Eentje hier, eentje daar. Wat als we eerst naar die gaan? Ja. De game stuurt me er ook wel in. We gaan wel gewoon erop af en we zien het wel. Wow! Eventjes een monsternestje. Wat de hel, man. Giant centipedes. Jesus Christ, man. Hey, klootzak. Woo!
snel, ik moet dat nest dicht pleuren. Spawning ground. Should destroy it. Dan kan je het ook looten altijd, toch, Jap? Thank you. Oké, okay, ja, geen probleem, man. Ja, de meeste van deze ingredients en weet ik veel wat het allemaal zijn. Het zijn voornamelijk gewoon parts die je volgens mij kan gebruiken in alchemy, maar je kan ze ook gewoon verkopen. We pakken het gewoon op. Het heeft niet veel weight. Pas echt armor en dingen, dat neemt vooral carry weight in beslag. Dus ik ga me er niet eens druk om maken. Ik moet straks wel echt kijken hoe fucking mooi het hier is trouwens. Ik moet straks wel eventjes gaan mediteren of een save gaan maken. Want straks gaat het fout, je weet het nooit, hè. Oké, terug op het pad. Hey, check this later. Eventjes die save maken hoor. Yup, overschrijf die shit. Straks gaat het weer allemaal fout namelijk. Hey man. Wat? Bloody hell. Oké, okay. We hebben niets te zeggen. Nou, dan peer ik hem weer. Ik kijk echt mijn ogen uit. Ik ben nooit ver geweest, wat ik al zei in de vorige aflevering, qua exploren in deze expansion. We hebben wat story gedaan, we hebben wat panthers gekild, daar kwam het op neer. Maar nu kom ik echt voor het eerst deze type enemies tegen. Is het zo mooi? Hoe kan dit, man? Waar sloeg die super random mediteersessie eigenlijk op? Niet dat ik het erg vond. Ik bedoel, het zag er heel cool uit, man. Waarom stik je hier rond? Like a pitchfork in a dumppile. Maar waarschijnlijk omdat het nu een stuk grond is wat weer teruggenomen wordt door de mensen die er eigenlijk al aan het werk waren. Dus kijk maar ook dat icoontje op de map. Lovely trifles. Zie je, deze zaten ook in een normale vanilla game waar je bijvoorbeeld een paar guards moest verslaan of een paar beesten. En dat dan de mensen die daar officieel werkten weer terugkeerden. Ik pak nu al twee parts op van dezelfde type armor. Dus we gaan ze even aantrekken en kijken hoe het toont. Het gaat om deze shit. Het heet iets met collar armor. Zie je de collar guardsman armor? Hoe de fuck ziet het eruit? Het ziet er veel te vreemd uit volgens mij. Nou, het geeft wel... Het ziet er minder badass uit, maar het geeft meer... Why do you stick around? Het ziet er echt veel te vreemd uit. Maar ja, het geeft meer bescherming. Dus het is echt overwegen of ik me nou sterker wil maken of eruit wil zien als een clown. Dan moet ik er voor nu maar even uitzien als een clown.
Ik zie er liever vet episch uit, maar ik denk dat ik nog maar even geduld moet hebben wat dat betreft. We hebben dus gemediteerd. We kunnen op zich wel verder. Nou, Roach, let's go. Op naar de laatste. Het gaat nu een stuk sneller, al die problems solved. Kijk, hier hebben we weer zo'n panter. Shit. Slow now. Whoa. Oh, wilde paarden. Check dit type land ook. Ik ben hier niet eerder geweest, dus we laten het gewoon even uitchecken. Just need to pour without tasting it first. Oeh, ik zie de plek gewoon al. Ik zie de plek al waar het fout is gegaan. Ik zag die plant al chillen. Kijk, zie je daar in de verte? Fuck, we moeten dit gewoon weer veilig stellen zodat die mensen hier weer verder kunnen werken. Dat... Fucking hell, mate. Wat? Het zag er echt uit alsof hij aangerend kwam en stenen ging gooien naar mij. Wat? Gelukkig niet. Het viel mee. Laten we looten. Nou, alsjeblieft. Is er nog een chest hier of zo die ik kan looten? Dat ik ook nog wat krijg? They scoffed at you, a migrant from the north, but if you hadn't come, they'd still be wetting their britches with fear. Thanks, Sugar. Ooh, without investigating Coronata's problems, let Matilda take over Belgard. Or continue investigating. Nee, ik wil graag dat Matilda het land kreeg, dus we maken wel gewoon vanaf dit punt een save. Dus dit is gesaved. En we gaan nu die keuze maken om haar het stuk land te geven. Mocht het dan fout gaan en blijkt het achteraf alsnog een bitch of een hoer te zijn of zo, dan kunnen we het altijd nog fixen, toch? I'm gonna save with my hands. Watch your stones. That's it, Roach. Thank you.
Ondertussen zag ik hier trouwens dat we hier voorbij gingen, dat er hier een missie actief is. Of in ieder geval, die kan opgepakt worden. Zie ik, zie een woodcutter en hij heeft zijn eigen wolf mee. Dit ziet er best interessant uit. Laten we de quest in ieder geval activeren en hem doen in de volgende aflevering. Always chat with him before you chop him down. Fee-fi-fo-fum, a bleating jester has come. I'll set my hound on you, you bumreg. Whoa there. Just curious why you were talking to a tree. But all in all, not my concern. Wait, hold now. My dentures up true, for scoundrels come and laugh at me. But you're just what the demon are you? A witcher. Name's Geralt. So, folk laugh at you because... Hold up. A witcher, you say? Like in Luis Herrera's Tales and Fables. Luckier than a green, bleeding leprechaun I am. See, not a soul around believes this tree is Daphne, the cursed lady of legend. But you could lift the curse. Wow, dat had ik nou eventjes niet verwacht. Er zit ook echt een bijl in geslagen. Het blijkt dat het een cursed tree is. Het is eigenlijk een meisje. So what makes you think there's a girl cursed inside the tree? Well, I came out with my dog, Morholt, to cut her down. Axe in hand, a broad swing I took. The edge burrowed deep in her trunk. And bum botch me if blood didn't spurt forth. My jaw dropped in the dirt. But right then I knew. Every jot of it in the tale of Daphne, Gareth, and the Witch of Lynx, Craig. Don't tell me. From Herrera's Tales and Fables. You porking bet. Second edition. Amended in octavo. I know those tales by heart. My nan read them to put me to sleep. Guess she read it cover to cover, colophon included. Let me take a look at the tree. Careful now. But you must hang on, Melinda. All right. Wine Wars moet natuurlijk verder gaan, maar we staan letterlijk voor. Hoor nou jongens, je hoort een meisje huilen. Holy fucking shit, mates. We gaan dit lekker als teaser behouden. Ha. Ik peer hem. You. Nee, even serieus. Ik laat die quest openstaan. Dit is best heftig. Ik ga die quest de volgende keer doen. We zijn namelijk bezig met Wine Wars. En die rond ik graag af in deze episode. We kunnen altijd nog terugkeren naar die boom, want dit klonk best creepy. Gewoon een meisje in de boom. Cursed tree. And what do you get for all that work? The cook inspects what your onion is. De sfeer hier, dit is echt een en al vrolijkheid. Altijd zonnetje schijnt. Vogeltjes die fluteren. Het toont zo mooi qua kleur. Oké, we komen dichter en dichter bij 300 meter afstand. 300 feet eigenlijk.
Oké, we zijn inderdaad aangekomen op die ene plek. Zoals ik al zei, wow, check deze guy. Even chillen, man. Even rustig. Alright, die man, die is weer gechilled. We kwamen aan, hij glitchte enorm. Ik zet mijn paardje neer en hij is weer oké. Ja, het is en blijft een gigantische game, hè. Alright, wat ik dus al zei. We kunnen nu dit gaan fixen. En we kunnen uiteindelijk erachter komen of zij nou daadwerkelijk het land verdient, ja of nee. En anders kunnen we altijd de game nog terugladen. Master Witcher, have you any news? Vermentino can go back to operating normally. Truly? Wonderful! I'm but a step from taking over Belgard. I really don't know how to thank you. You're a wart. Wait, what about me? What about Coronata? If I might interject. Under the circumstances, oversight of Belgard shall pass to Maid Matilda. Provided she still wishes to assume it, of course. Of course I do! Why wouldn't I? I shall explain everything shortly. Come with me. It is time we toured Belgard. Come with us, Witcher. I rather dislike this bureaucrat's tone. I might have work for you yet. Wait, I beg you. Help me. If you don't, I shall go out of business for good. You must look to Coronata, you must. Fine, I'll see what I can do. Witcher, are you coming? We should see what's afoot at Belgard. Kijk, die is gelukt. I'll join you later. Join you later. Need to tend to something else first. Kijk, nieuw quest. Dat gaat nu verder. We kunnen nog steeds. Ik weet niet zeker, hè. Naar die andere zijn land kijken. Want die man was echt een beetje wanhopig inmiddels. Zie je? Dit gaat gewoon door. Dus we kunnen nog steeds helpen. Oké, ik heb eventjes tussen de questlines gekeken en aangezien een bloedende boom een level 40 quest is, heb ik zo het idee dat die quest best groot is en dat we dat echt de volgende aflevering moeten gaan doen. Wat we nu dus kunnen gaan doen, is nog eventjes naar een van die problemen toe gaan en kijken wat we daar dan aantreffen. De volgende problemen in de volgende part behandelen en dan meteen die bloedende boom erachteraan knallen. Ik ben gewoon vrij benieuwd, wat treffen we aan? Wow, deze mannen zitten paniekerig in het veld. Jezus Christus. Die bloemen zijn gewoon een soort bommen, man. Ik ging bijna neer. What now?
Man. Ik snap gewoon niet waarom ze soms opeens zo sterk zijn. Ik ging echt bijna neer door... ja, toch wel die ontploffingen van die giftplanten. Dus dit ging net goed. Vet, zit gewoon runestones in en shit. Nou, jullie zien het, de workers komen terug. Ik heb ook... onder andere gewoon XP gekregen. Voor het kapot maken van dit nest. En dit is dan één van de 5 problemen. We gaan de volgende part de problemen een beetje afronden. En als we dat dan hebben gedaan, dan gaan we die vette quest doen waar er een meisje in een boom zit. Cursed. Ik zie daar zelfs een schip liggen, jongens. Jeetje. De game heeft zoveel te doen. Alles wat ik om me heen zie, daar wil ik heen. Dit is typisch The Witcher. Ik hou ervan. Bedankt voor het kijken en tot de volgende aflevering, jongens. Peace.